President Desi Bouterse, die al enkele dagen in het binnenland vertoeft, heeft zich vandaag georiënteerd op Stoelmanseiland. Met een team van ministers en manschappen van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, doet het staatshoofd de door water getroffen gebieden aan. De missie heeft als titel Hey Watra. Hoewel de gezondheidssituatie nog in kaart moet worden gebracht, is de situatie in de getroffen gebieden onder controle. In het volgende verslag van het kabinet van de president gaat parlementariër Celsius Waterberg in op de voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen. Als wij alle samenwerken, dan gaan we vooruit. Jouw werk is mijn werk en ons werk is Gods werk. Als wij alle samenwerken, dan gaan wij vooruit. Want dat is een zesde of een tablet zijn we gebruikt voor die bacterie en water, zodat ik kan drinken veilig. Voor mij drinkwater veilig. Voor je nog eens diarree, want dat is de moeilijkste niet. Zijn kan psa. De water ik gebruik bijvoorbeeld alle water, kieke water, bacterie gewoon zien. Dat ik kan kiezen diarree. En zo af de diarree gevaarlijk, zodat ik dat kan kiezen. One tablet, dan geef 4 liter water. Dus als je ik gebruik van hier boeketje water. Ik heb een boeketje die zit 16 liter. Dan een voor tablet je hebt een filosof. Na voor wat is je op te hozen? A water voor dingen zo zo. Abo? Oké. Aparte voor Master Waterberg, Pep, de voorzitter en aparte NDP. Bakker die verkiezen hoorie, denk eens voor een volk na opdracht voor vorm aan regering en voor tek verantwoordelijk. Want is wat zijn de belangrijke in de traditie, dan is het ook vertrouwen. Ik vertrouw de, ik brieven de, en ik we brieven in Oesrevi, ik we brieven in Akondre, dat we de staat, wie soort moeilijk ten komt naar in Akondre, wie is of hebben de squalassa de website. Een verslag van de persdienst van het kabinet van de president. President Bouterse is aan het hoofd van een regeringsdelegatie in het oostelijk deel van het binnenland dat getroffen is door overstromingen.